Welkom op de eerste officiële middag van carnaval 2018. Dus het houdt in, het feest gaat weer beginnen. En wij zijn binnen. Hebben we er een beetje zin in? Nou, ik vraag, hebben jullie een beetje zin in? Ja, kijk, dan gaat het weer beter. Hallo allemaal, ik ben Sam de bioloog. En ik werk hier in Dussel omdat er een nieuw diersoort ontdekt is. De papegaaidino. Dus ik ben heel dus op onderzoek uitgegaan. Ik liep hier in de kasteeltuin en ik keek rond met mijn vergrootglas. En ik zag twee regenwormen uit de grond komen. Zegt de ene regenworm tegen de ander. Jij bent knap, met jou wil ik wel trouwen. Zegt de andere regenworm. Dat kan niet, ik ben jouw achtereind. Ik ook in het tussen naar geen papegaaidino. En zo kwam ik hier terecht bij de koppelpaarden. Bjorn vertelde dat hij laatst iets mee had gemaakt. Er was een hotelgat die al voor de zesde keer die nacht een glas water kwam vragen. Bjorn zei, meneer, als u zo'n dorst heeft, kunt u beter een fles water vragen. De gast antwoordde, ik heb helemaal geen dorst. Mijn hotelkamer staat in brand. En ik keek ondertussen goed rond op zoek naar schimmels en mos en natuurlijk de papegaaidino. Ik kwam terecht in de moestuin van opa Wim. Ik zag twee aardappels met elkaar kletsen. De ene huilt. De ander vraagt, hey, waarom huil je? Nou zegt de ene, mijn vader zit in de puree. Goedemiddag mensen. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Saffie. Saffie, de zwerfhond van Dussen. Ik zit overal met mijn neus tussen. Ze noemen me ook wel eens wegwezen stomme rothond. Maar ik vind Saffie toch wel veel lekkerder klinken. Juf Carlijn vraagt aan Dieke Bisschop, wat is zwaarder? Een kilo veren of een kilo lood? Het is allebei een kilo. Een kilo lood natuurlijk, zegt Dieke. Dat is fout, zegt de juf. Het is allebei een kilo. Nou, als ik bij ons in de tuin ga staan, zal ik van bovenuit het raam eerst een kilo veren op uw hoofd gooien en daarna een kilo lood. Verder naar de koppelpaarden. Prins Pies is net bezig de zaal te versieren voor carnaval. Karl is met een gast bezig. Meneer, eet u graag wild? Vraagt hij. Nee, zegt de gast. Ik eet liever rustig. Zo waren wij daar ook op het dak bezig om dat dakleer aan te brengen. We zijn een brander. Toen er plotseling brand uitbrak. Wij gelijk 1 en 2 bellen natuurlijk. Maar wat denkt u? De brandweer kwam niet. Ze hadden allemaal last van in een burn-out. Zo moest ik van een uitvoerder ook een keer spijkers halen bij de Formido. Dus ik naar de Formido op zoek naar de spijkers. Komt er een verkoopster aan en vraagt of ze mij kan helpen. Dus ik zei, ja graag. En dan ga je ook spijkers. Zei de vrouwke, ja, natuurlijk. En hoe lang moeten ze hebben? Ik zei, oh, kunnen ze hier ook huren dan? Ja, je maakt wel mee op zo'n bouw. Maar het mooiste van een bouw is toch wel een schaft. Zo zat ik daar op een vrijdag met mijn maat te eten en een bakje koffie te drinken. Toen mijn maat vroeg wat er was waar de koffie in zat. Ik zei, dat is een thermoskan. Kende jij dat niet? Nee, zei die. Ik zei, als je daar wat warms in doet, blijft het warm. En als je er wat kouds in doet, blijft het koud. Die dingen kan je gewoon bij de blok kopen. Oh, zei die. Op maandag zitten we weer in de schaft. En ik zie dat hij ook een thermoskan bij het. Ik zei, hij heeft toch ook een gekocht? En wat hij erin zitten?
Hij zet koffie en 2 Magnums. Hallo Miesje, mijn naam is Jelte en ik ben een directeur van de Peppel. Dat is geen makkie hoor, wij hebben 200 leerlingen op school, maar ook nog eens 10 leerkrachten. En met die leerkrachten heb ik ook nog eens mijn handen vol. Het lijkt alsof ze intussen wel zwanger van de lucht worden. 5 juffen tegelijk zwanger, dat is toch niet normaal? Ik wil ook nog hun zelfvertrouwen testen. Dus ik zeg, wie dom is, gaat staan. Iedereen blijft natuurlijk zitten. Maar na een tijdje gaat Nick toch staan. Ik zeg, denk je echt dat je dom bent? Zegt Nick, nee meester, maar ik vond het zo zielig dat u de enige was die staat. Ruben zegt, ik heb nagedacht over wat ik later wil worden. Oh, wat dan? Ik word later bokser. Dan heb ik meer kans op slagen. Thea maakt schoon bij ons op school. Dat gaat goed toch? Alleen, we moesten toch eens kijken of dat we een bedrijf konden vinden dat het goedkoper kon. En we hebben er een gevonden. Dus we hadden ze gebeld, maar alles was niet zo schoon als bij Thea. Dus wij hadden een keer een briefje neergelegd waarop stond, willen jullie graag de bureaus, stoelen, tafels en computers meenemen? Wat denk je, de volgende dag was alles weg. Goedemiddag Miesje. De burgemeester zei tegen mij, je moet eens wat vaker optreden. Dus hier zei ik dan maar. Het was een reusachtig klein manneke. Hij woonde 15 hoog in een flat. Ja, de eerste 10 deed hij met de lift. En de laatste 5 met een trap. Ja, want Moos kon niet bij de bovenste 5 knopjes. Een stuk zo verderop, hè, zagen wij zo'n Arabier op zo'n badhanddoek zweven. Zun en boven de grond, hè. Zo'n fakir. Nou, en ik ga er naartoe, hè. En ik zeg, ben jij vaak hier? Hij zegt, nee, kom er anders nooit. Kijk, hè. Dus wij springen in een auto en rijden zo langs de Spaar. En ik zie dat Jari keihard uit de Spaar rennen. Met een pan onder zijn arm. En Marcel erachteraan. Ik zeg, halt, de boa. Ik zeg, jij mag geen pannen weghalen hier. Hoezo niet, zegt Jari. Dit is een stilpan.